Maar we moeten wel oppassen dat uh, de biodiversiteitsverandering... ik vind ook de waterproblematiek... dat dat niet onze nieuwe stikstofproblemen worden. Als we er jaren van weg gaan kijken... dan komen we op exact hetzelfde punt uit... als waar we nu in zitten met de stikstofcrisis. En dan zullen we dus heel rigoureus... allemaal ingewikkelde en lastige besluiten moeten nemen... omdat het ineens allemaal anders moet. Ja. Nou, we zien nu met onze boeren en, uh, en, en met onze industrie... dat... Dat veranderen niet zomaar over één nacht ijs kan. Dus nee. we hebben nu nog de kans ietsje sneller te handelen en beter te handelen. Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 37, de podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. Nederland staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om het tegengaan van de effecten van klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, onze landbouw- en voedselproductie en ook onze energietransitie, die grote uitdagingen met zich meebrengt. De vraag is, hoe zorgen wij ervoor dat we dat als maatschappij op een goede manier aanpakken en ons niet laten verlammen door polarisatie, desinformatie en moedeloosheid? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik daarover met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, oftewel de SER, en ook hoogleraar brede welvaart aan de Tilburg University. En voor de luisteraars, ik heb met Kim afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Kim, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Ja, dankjewel. Heel erg leuk om in gesprek te gaan met je. Ja, nou ik Kijk er ook enorm naar uit. Uh, om te beginnen, uh, jij komt net als ik uit de Ablassen Waard, het open veenweidegebied ja. met de rivier dichtbij. Hoe belangrijk is dat landschap voor jou? Nou, voor mij is het wel heel belangrijk. Ik voel me ontzettend thuis, uh, ja, sowieso in de Ablassen Waard. Ik woon in Hardingsveld-Giessendam. Uh, ik woon op een paar minuten lopen van de rivier aan de ene kant en een paar minuten lopen van de, de polder, zeg maar, de weilanden aan de andere kant. Ja dat, is, uh, ja, dat is waar ik geboren en getogen ben. Ik heb uh, echt iets met weilanden en koeien. Ik heb uh, thuis aan de muur uh, van onze lokale kunstenaar Evert van Lopik. Uh, die alles maakt met koeien. Uh, Lito's, schilderijen, uh, vazen. Uh, heb ik een prachtig schilderij hangen. Uh, en, uh, en nog wat meer dingen van hem die hij gemaakt heeft, ik zelfs, zelfs in mijn huis hangen. Dus ik heb er wel echt iets mee. Ja. Kijk eens aan. En ik zie. Uh, maar dat is mijn interpretatie. Ik zie ook wel een beetje een lijn van de polders van de Ablasserwaard naar de polder van de Ser. Ja. Is die er? Of, uh, of ja, misschien moet ik vragen: hoe zie jij, uh, zeg maar, speelt dat landschap een rol in jouw werk nu? Ja, nou, als je historisch teruggaat, heeft, is die lijn er zeker. Want eigenlijk is de manier waarop we in Nederland proberen om. Ja, tot uh, oplossingen voor vraagstukken te komen of, of een beetje tot elkaar te komen... Dat, dat voert terug op hoe we met ons land zijn omgegaan in het verleden. En een groot deel van Nederland ligt natuurlijk gewoonweg onder de waterspiegel. En het is toch wel een, een staaltje kunst geweest hoe wij uh, ons land hebben opgebouwd... maar ook verkaveld hebben, letterlijk verkaveld hebben. Dus onze polders, ja, die zijn natuurlijk heel typisch in het werelderfgoed zou je kunnen zeggen. Maar ook het, het resultaat van hoe Nederlanders met elkaar overlegden. En hoe ze met elkaar tot een verdeling van land gekomen zijn. Dus in die zin heeft het een hele directe lijn naar mijn werk nu bij de Sociaal-Economische Raad, dat toch een belangrijk onderdeel is van de Nederlandse overleg-economie. Want een ander woord voor de polder zou ik zeggen, is overleg economie. Dat betekent namelijk dat je als werkgevers, werknemers, dat je niet continu elkaar aan het bevechten bent. Uh, en steeds maar in ruzie uh, over straat gaat, maar dat je ook probeert om in goed overleg gewoon verstandige beslissingen te nemen. Dus ja, uh, in die zin uh, is de polder, uh, het goede overleg, is mijn werk. Ja. Ja. En, en persoonlijk? Uh, en persoonlijk, nou ja, ik voel me, voel me wel ook wel echt een jongen van de polder. Kijk, iedere avond als ik, uh, als ik thuis kom, ik, ik ben echt geboren en getogen in Hardingsveld-Griesdam, ik ben er ook nooit weggegaan. En ik kom overal. Een groot deel van mijn werk bevindt zich nu in Den Haag en in Tilburg. Maar ja, je kunt je indenken in mijn werk. Ik doe heel veel bedrijfsbezoeken, maar ook moet ik in allerlei steden zijn. Dus ik ga het hele land door. Maar ik ben altijd blij als ik weer door de Alblasserwaard s'avonds rijd en in Hardingsveld thuis kom. Dus het is in mijn leven een rustpunt, een plek waar ik mij thuis voel. En dat gevoel heb ik nu ook al bij de Sociaal-Economische Raad dat ik thuis ben. Dus Kijk, ja. Nou, dat is belangrijk in je werk dat je je daar ook thuis voelt. Ja. ja. Um, ik wil even met jou inzoomen op de ja, toch wel de grote maatschappelijke uitdagingen waar we als, als land op dit moment uh, voor staan. Um, jij schreef eerder boeken over wat ik maar even noem De Stand van Nederland, onder andere het boek Veenbrand in 2019. En uh, in 2022 het boek Het einde van de BV Nederland. Hoe zou jij de stand van Nederland op dit moment omschrijven? Ja, um, die boeken die, die volgen elkaar inderdaad wel op. En wat ik al in 2019 um, uh, schreef, is dat er in Nederland steeds meer onzekerheid voor steeds meer mensen aan de orde was. Rond werk, inkomen, uh, gezondheidszorg, of die er nog wel is als je het nodig hebt. En inmiddels ook voor heel wat bedrijven die moeten verduurzamen, die andere activiteiten moeten ontplooien. Waardoor ook weer banen op het spel kunnen staan of grote investeringen gedaan moeten worden om je verdienmodel weer bij de tijd te maken. Nou, die onzekerheid. Gek genoeg in een tijd waarin we. Best een, een sterke economie hebben uh, die uh, redelijk goed draait, um, en we eigenlijk ook een tekort aan arbeidskrachten hebben. Dus je zou zeggen: wat is er nou eigenlijk aan de hand? En zelfs in die situatie waar we nu in zitten, zie je dat een deel van de mensen uh, niet de baan weten te vinden waar ze uh, goed hun weg in weten te vinden. Dat, dat gaat ook over mensen met arbeidsbeperkingen, uh, mensen met een migratieachtergrond, uh, mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt worden niet op dezelfde manier uh, behandeld. Ja, dat zou, is eigenlijk heel raar in een tijd dat we overal mensen tekortkomen. En zelfs in die tijd zie je dus dat die onzekerheid niet weg is. Ja. Dus één element van de stand van het land is toch wel onzekerheid over de toekomst. Wat gaat die toekomst ons brengen? In een situatie waarin we toch al ja, onzeker uit corona komen, de energiecrisis. We hebben natuurlijk oorlog in Europa. Ja. Dus dat is het ene kant. Het andere kant is dat we ook, ja, dat is natuurlijk iedere keer zo'n ingewikkelde term, maar ook steeds meer. Ja, polarisatie zien, mensen die tegenover elkaar komen te staan. Uh, we hebben lange tijd over korte lontjes gehad, hè? mensen worden snel boos, nou, dat is er nog steeds wel. Ja. Maar nu zie je ook dat we steeds meer moeite hebben in de politiek, op andere plekken, om er ook nog samen uit te komen. Want die onzekerheid van mensen, van, van gewoon burgers, uh, uh, leerkrachten, maar ook van ondernemers, die verdient antwoorden. En die antwoorden die vinden we steeds. Moeilijker, we komen er niet meer zo goed uit met alle belangen die spelen. En dat zie je eigenlijk dagelijks op televisie en in de politiek voorbij komen. Nou, en um, dat leidt tot een toenemende polarisatie een gevoel: van ja, uh, op deze manier uh, komen we er met elkaar natuurlijk niet uh, goed uit. Nou, dat is voor mij wel een motivatie in mijn werk. Hè? Want je kunt je voorstellen dat binnen de SER is de opdracht om eruit te komen met elkaar. Dat lukt ook niet altijd. Maar gelukkig zitten we hier wel constructief om de tafel en proberen we voor de arbeidsmarkt, voor de pensioenen, voor de zorg de goede dingen te doen. Ja. Maar ik denk dat dat wel een beetje het gevoel is wat heel veel mensen in Nederland hebben. Van nou, ik weet niet of mijn kinderen het beter krijgen. En de politiek, die komt er eigenlijk niet goed uit. En, en hoe dat is komt natuurlijk dat? Niet, zo, uh, niet zo positief. Denk je, hoe komt dat dat, dat dat de politiek er niet goed uitkomt? Dat die antwoorden zo ja, eigenlijk maar grotendeels uitblijven? Nou, dat er zijn een paar redenen, denk ik. Um, uh, laat ik de belangrijkste als eerste noemen. En dat heb ik ook in het boek Veenbrand al, uh, al geschreven. Ja, weet je, we hebben als samenleving echt een, een, een wenkend perspectief nodig. Van in wat voor land uh, willen wij nou in 2035, 2040... Uh, werken, ondernemen, wonen, samenleven. Ja. En als je dan terugredeneert, wat moeten wij daar dan nu voor doen? En ook voor de volgende generatie. Hè? Ik vind de term uh, goed voorouderschap vind ik een ja. hele mooie. He, dat je zegt van ja, wat wij nu doen heeft ook gevolgen voor degenen die na ons komen. Nou, dat mist in Nederland veel te veel. Ik moet niet iedereen tekort doen. Ook het huidige kabinet en in de Tweede Kamer zitten natuurlijk echt wel mensen die ideeën over de toekomst hebben. Maar ik denk dat voor de gemiddelde Nederlander niet een beeld ontstaat op dit moment. Van nou, wij moeten als het gaat om de energietransitie, moeten we een, een tandje bij doen. Het kost ons ook geld of ik moet me om, om laten scholen omdat mijn baan verandert. Dat mensen dan het idee hebben van en dat, doe, dat moet ik doen, maar we komen ook ergens uit met elkaar en die, die toekomst biedt wat zekerheid. En dat is, wat mij betreft, de hoofdreden waarom we ons zo voelen: dat we niet echt een stip aan de horizon zien van uh, waar we naartoe bewegen. En dat vind ik, moet de politiek wel bieden. En nou ja, waar ze dat niet doet, denk ik dat wij dat kunnen ook kunnen proberen vanuit de polder, om daar goede voorstellen voor uh, te doen. Ja. Ja. Iets anders is, maar dat is een stukje platter. Um, het is ook niet zo makkelijk in de politiek. Hè. We, 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 we hebben in Nederland veel mensen die, die heel veel mopperen op de politiek. Maar, weet je, uh, sociale media spelen een grote rol. Uh, mensen uh, vangen elkaar, continu vliegen af, nemen elkaar dingen kwalijk. Mensen worden bedreigd. Um, het is niet een gemakkelijk vak. Het is niet gemakkelijker geworden dan, uh, dan dat het was, in ieder nee. geval in de politiek. Nee. En je, je moet dus echt wel stevig in je schoenen staan. En dat is ook wel een verklaring waarom het niet zo makkelijk is om zomaar met elkaar eruit te komen. Ja, nou. Ben jij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad? Um, welke rol speelt de CER eigenlijk in het oplossen van uh, ja, al die grote uitdagingen waar we op dit moment voor staan? Ja, wij stellen ons uh, binnen de CER nu eigenlijk diezelfde vraag: in welke economie van de toekomst willen wij werken, ondernemen? Um, dat ben ik gestart, dat gesprek toen ik bij de CER kwam in uh, eind september vorig jaar. Omdat ik vind dat wij ook een stevige toekomstagenda moeten hebben. Want we moeten niet alleen de problemen van vandaag oplossen, maar ook die nieuwe banen van de toekomst. En wat is dan goed werk? Waar verdienen we? Dat is een hele belangrijke vraag. Hè. Waar verdienen wij in 2000. 40 nou eigenlijk ons geld mee in Nederland. En we kunnen wel zeggen van ja, het mag niet milieuvervuilend zijn en die industrietak of die tak van sport die willen we niet meer. Maar wat willen we dan wel? Ja. Nou, in de CER wil daar een antwoord op zoeken. En wij zijn dus de afgelopen maanden met elkaar daar al heel intensief over in gesprek. Dus dan moet je denken aan onderwerpen als het investeringsklimaat. Dus dat gaat inderdaad, waar verdien je je geld mee? Is dat wind- en zonne-energie? Of is dat groene staal? Of is dat iets anders? Ja. Uh, maar het gaat ook over bijvoorbeeld iets heel praktisch. Um, hoe zorgen we ervoor dat. Iedereen in ons land gebruik kan maken als het nodig is en als zij of hij dat wil, van leven lang ontwikkelen. Dus gewoon dat je, of dat nu in de schoolbankjes is, of in de, in de fabriek op de werkvloer of bij de auto bij de automonteurs, moet je soms ook een nieuwe techniek leren. Maar dat komt niet altijd alleen maar aanzetten tussen uh, je, zeg maar, je vierde en je zestiende. Nee. Dat is, gebeurt soms ook gewoon als je 45 bent of 50 bent. En als je het niet doet je je baan kunt verliezen. Ja. Nou, wij hebben dus in Nederland ook iets nodig waar mensen op kunnen rekenen als ze nieuwe vaardigheden of nieuwe uh, dingen moeten leren. Dat hebben we veel te weinig nu. Nou, dat soort onderwerpen, daar kan de SER. Een hele belangrijke rol in spelen. Want wij hebben hier uiteindelijk uh, zo ongeveer het hele bedrijfsleven in huis zitten. Um, even voor, uh, voor het beeld van jou en de luisteraars. Uh, MKB Nederland omvat uh, ongelooflijk veel bedrijven en zo ongeveer 70 procent van de werkgelegenheid uh, in Nederland. Dat is dus enorm. Ja. En VNO en CW zijn eigenlijk alle grote bedrijven uh, van de Nederlandse economie. Dus, dus we hebben hen in huis. En zij moeten ook veranderen en het moet duurzamer en uh, we moeten meer aandacht hebben voor uh, inclusie en de menskant van het werk. Maar ze zijn daar ontzettend hard mee bezig en ik zit op het standpunt: zonder die bedrijven gaat het ons sowieso niet lukken. Nee. Dus we moeten met elkaar optrekken. En aan de andere kant hebben we hier dus de werknemers, de vakbonden. Nou, uh, weet je, daar zeggen mensen ook wel eens van: van ja, niet iedereen is lid van een vakbond hè, vandaag de dag. Dat klopt, maar toch ook weer even de feiten uh, van de Nederlandse vakbonden, dus dan heb je het over de FNV, de CNV en de vakcentrale voor professionals. Daar zijn nog altijd meer mensen lid van dan van politieke partijen. Ja. FNV heeft meer dan een miljoen leden. Daar is niet een politieke partij van te vinden. Dus nog steeds uh, heeft dat heel veel zeggingskracht. Maar wat ik wel aan het doen ben uh, met de werkgevers en de werknemers is kijken van ja. Hoe kunnen wij ook anderen bij ons werk betrekken? De ZZP'ers die niet lid zijn van een vakbond, uh, misschien de kleine ondernemers die niet lid zijn van MKB Nederland. Dus wij willen ook juist er zijn voor diegenen die niet per se lid zijn. En dat is dus ook een van mijn speerpunten. Uh, de dialoog, het gesprek moet er voor iedereen zijn. Als we willen bouwen aan een toekomst die duurzaam is en die er voor iedereen is. Ja. Ja. En daar op... kan de SER een grote rol bij spelen, volgens mij. Ja. Ik ga nog even eentje uitlichten. Want je gaf onlangs een, een toespraak. volgens mij voor MK, MKB'ers. En uh, daarin noem je, noemde je een aantal ja, uitdagingen waar Nederland voor staat. En uh, de tweede daarvan was verlies aan biodiversiteit. Nou, deze podcast heet Toekomst voor Natuur. Ja. Dus ik ben nu wel nieuwsgierig. Uh, naar jouw idee. Staat dat, staat dat op de kaart bij het bedrijfsleven? Uh, ja, maar natuurlijk niet stevig genoeg. En niet alleen bij het bedrijfsleven. Ik herinner mij een uh, prachtige cartoon uit de New York Times tijdens de coronacrisis, uh, dus dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Nee. En daarin werden de grote veranderingen in onze wereld als grote golven getekend die over de mensen heen kwamen. En zeg maar het kleinste golfje, dat was de coronacrisis waar wij onder zaten en waarbij onze overheid tegen ons zei van, nou ga nu maar je handen wassen, blijf thuis en dan komt het allemaal wel goed. Maar ondertussen zagen we niet meer dat er nog een paar hele grote golven over onze wereld komen, waaronder die van biodiversiteit, die nog veel fundamenteler uh, kunnen gaan ingrijpen in ons leven. Uh, en dus niet alleen maar in hoe we met de natuur omgaan, maar in alles, in ons voedsel, in onze manier van leven, in wat we wel en niet uh, kunnen. Uh, ik denk wel ik ben een, in die zin een optimistisch mens. Ik, het, het staat meer op de agenda dan het ooit gestaan heeft. En het bewustzijn bij iedereen dat er. Uh, Grenzen zitten aan ons economisch model van materiële groei. En dat die grenzen liggen op het gebied van natuurlijke hulpbronnen en menselijke hulpbronnen. Dus ja. gewoon de natuur en de mens. Ja. ja, daar raakt langzaam maar zeker echt iedereen wel van overtuigd. En nou, dat is ook niet zo gek, want je hoeft maar om je heen te kijken of elders in de wereld uh, naar een filmpje te kijken. Of gewoon in Nederland en je ziet het om je heen gebeuren. Dus ik ben wel. Positief gestemd over de, het bewustzijn en ook wel de bereidheid om hier het goede op te doen. Maar we moeten wel oppassen dat uh, de biodiversiteitsverandering, ik vind ook de waterproblematiek. Ja. Uh, dat dat niet onze nieuwe stikstofproblemen worden. Als we er jaren van weg gaan kijken. dan komen we op exact hetzelfde punt uit. als waar we nu in zitten met de stikstofcrisis. En dan zullen we dus heel rigoureus. allemaal ingewikkelde en lastige besluiten moeten nemen. omdat het ineens allemaal anders moet. Ja. Nou, we zien nu met onze boeren en. Uh, en. en met onze industrie. dat dat veranderen niet zomaar. Uh, over één nacht ijs kan. Dus nee. we hebben nu nog de kans. Bij een aantal van die grote golven, zoals biodiversiteit, ja, ja. Ietsje, ietsje sneller te handelen en beter te handelen. Ja. Je gaf eerder in het uh, programma Panorama Zondag op NPO Klassiek uh, gaf je aan dat je met de SER ook al iets tegen die polarisatie wil doen. Je, je noemde het net zelf ook al. Um, hoe kijk jij in dat licht naar de discussies die op dit moment spelen over landbouw en natuur? Want als er één debat gepolariseerd is, is dat het wel. Ja, um. Ja, dat vind ik dus eigenlijk heel erg, uh, omdat uh, dat is met heel veel uh, polariserende debatten het geval. Als dingen zo tegenover elkaar gezet worden, dan hebben ze waarschijnlijk ongelooflijk veel met elkaar te maken. En dan passen ze veel beter bij elkaar dan dat we eigenlijk met z'n allen voordoen. En dat is met landbouw en natuur natuurlijk per definitie zo. Ja. Kijk, er is natuurlijk met de ontwikkeling van de landbouw heel veel gebeurd in de naoorlogse periode. En ook dingen waarvan we vandaag de dag zeggen: ja, weet je, de megastallen en het gebruik, landgebruik, zoals we dat zien, um, dat is niet wat we bij deze tijd vinden passen. Um, maar in de kern. Is de boer natuurlijk een natuurbeheerder? Uh, en is dat onderdeel van zijn, uh, van zijn werk? Uh, ik sprak toevallig uh, vandaag een burgemeester uh, bij ons uit de buurt. Um, en nou, daar overwegen ook uh, verschillende boeren om te stoppen. Uh, maar in een grote strook van, uh, ik meen iets van 10 kilometer of zo. Um, uh, lijkt het erop dat de meeste boeren zullen verdwijnen. En wat daar nou gaat gebeuren, dat kan op zichzelf, hè, dat kan. Mensen ze hebben geen opvolging zitten bijna misschien aan hun pensioenleeftijd. Maar het gevolg daar nu is, is dat er een groot gat gaat vallen. Maar wie gaat dat land nu beheren? Dus ah, ja. de issue is daar niet alleen de stikstofuitstoot. Maar de issue is ook het landbeheer, omdat die boeren ook voor het beheer van het land zorgen en voor natuurbeheer. Ja. Dus het ligt veel dichter bij elkaar, vind ik. Uh, dan de polarisatie die we erbij zien komen. Maar de polarisatie zit natuurlijk op uh, ja, de stikstofuitstoot. Uh, het gevoel achtergesteld te worden. Dat je niet serieus genomen wordt door de politieke politiek. Die ineens heel snel wil. Terwijl je voor je gevoel daar misschien niet goed op hebt kunnen voorbereiden. Um, ja, al dat soort facetten. Wat, wij, wat mij bij de landbouwdiscussie ook wel raakt. Is, kijk, en dat zou de polarisatie kunnen doorbreken, denk ik. Um, het vraagstuk van de hervorming van onze landbouw gaat niet alleen over stikstof, koeien en geld en grond. Dit gaat ook, het is ook een sociaal vraagstuk. Het ja. gaat over families, het gaat over gemeenschappen, het gaat over mensen die een hart voor de dieren en voor de natuur hebben. En ik vind eigenlijk dat die sociale kant veel te veel veronachtzaamd is in de achterliggende periode. Want. Uh, natuurlijk moeten boeren gecompenseerd worden als het niet rechtvaardig uitpakt. En natuurlijk moeten we het hebben over landgebruik. Maar voor de boeren is het hun identiteit. Uh, en uh, uh, ja, en, en is het veel meer dan dat. Dus ik denk dat als je het wat socialer bekijkt, dat je ook iets aan de polarisatie kunt doen. Want dan maak je namelijk verbinding. En dan kom je pas in een echte dialoog, ook met de boer, denk ik. Ja, en hoe zouden we dat kunnen gebruiken voor een oplossing? Want nou ja, voor de luisteraars, als wij dit opnemen, is kort geleden zijn de, het overleg rondom het landbouwakkoord is, is geklapt. Uh, dus daar is de impasse groot. Hoe zou je dat sociale aspect kunnen gebruiken om de weg vooruit te, te vinden? Nou, een van de elementen is, is dat um, heel veel boerenbedrijven natuurlijk ook echt een belangrijke rol in hun lokale gemeenschap spelen. Dus niet alleen, dat kan al zijn natuurlijk, naar de winkeliers en zo met allerlei producten. Maar ook heel vaak overigens richting de lokale politiek, het verenigingsleven, andere bedrijven. Dus zij zijn ook een speel in de omgeving. Nou, wat er natuurlijk op veel plekken al gebeurt, is dat boerenbedrijven ook de omslag naar andere functies weten te maken die voor die gemeenschap relevant zijn. Uh, dat kan volgens mij nog best grootschaliger. Dus je kunt natuurlijk echt wel uh, uh, verbinding maken met zorginstellingen, met scholen, met het onderwijs, natuureducatie. Dus het is niet zo dat een beetje minder boeren uh, betekent dat je per se uh, minder toekomstperspectief hoeft te hebben. Maar daar, daar moet je met elkaar wel over praten, over ja. nadenken. Wat past in onze omgeving? Wat is hier nodig? Wil de gemeente dat ook een beetje ondersteunen? Zijn zijn de zorginstellingen en de scholen bereid daarin mee te denken? Dat bedoel ik met een dialoog. Dan, ben je, dan, dan zie je elkaar ook iets meer staan in wat zou je voor elkaar kunnen betekenen. Dit doen veel boeren natuurlijk. Hè? Dus ik wil niet de indruk wekken dat dat nog helemaal niet aan de hand is. Maar ik denk dat je dat wel in gesprek met elkaar moet brengen. Laat onverlet dat we natuurlijk ook wel... We hebben wel een vraagstuk met stikstofuitstoot... met de omvang ja. van onze veestapel. Dus dat poets ik zeker niet weg... Maar daar waar in termen van natuurbeheer, een sociale functie, verbinding met de lokale gemeenschap oplossingen te bedenken zijn, zou het doodzonde zijn om die te laten liggen. Ja. Nou begrijp ik, van in ieder geval de processen die uh, gestart worden... rondom het nationaal programma landelijk gebied. Dan heb je weer een mooie beleidsterm... Uh, dat er wel degelijk ook oog is voor die, uh, voor die sociale context. Maar goed, daar zit natuurlijk ook weer tijdsdruk op... want er is een deadline meegegeven... Ja. Die ongetwijfeld niet gehaald gaat worden. Dus, uh, <laughs> uh, en dan is er weer de politieke discussie nou van je, 2030 of 2035. Ja, weet je, daar, daar, daar heb je gelijk in. Hè? Want jaartallen zijn altijd ingewikkeld. Ik heb inmiddels in Serre SER-verband breed... dus dat gaat niet alleen over de landbouw. Overigens zit LTO Nederland ook in het dagelijks bestuur van de SER. Ja. Uh, maar hanteer ik eigenlijk de slogan... ik vind dat we... Streng moeten zijn op de richting waarin we ons als land, als economie ontwikkelen. Dus dat is, wat mij betreft, de richting van brede welvaart. Het evenwichtig op laten lopen van economie, ecologie en de sociale kant van ons leven. Um, streng op die richting. Het kan niet zo zijn dat er iemand nog een andere kant op kijkt. Dus sorry, nee, iedereen moet mee die kant op. Want ja. dat is de enige manier waarop we onze, onze aarde, maar onze, ons land leefbaar en een beetje sociaal kunnen houden. Maar we moeten af en toe ook een beetje mild zijn op het pad daar naartoe, want niet alles is in één keer haalbaar. Uh, soms is de technologie nog niet ver genoeg om het allemaal goed te kunnen doen. Soms zijn de financiële middelen er nog niet om helemaal om te gaan als bedrijf. Um, soms ja, is ook gewoon het zeg maar de sociale kant weegt zwaar van wat is de toekomst van je bedrijf. Dus je moet wel oog voor de menselijke kant houden en voor het tempo. Dat is geen pleidooi voor vertraging. Integendeel, want ik vind dat helemaal niet soft om rekening te houden met wat is haalbaar, wat is uitvoerbaar en wat is ook rechtvaardig. Een voorbeeldje: uh, buiten de boeren. Um, op hetzelfde MKB-congres waar ik uh, die toespraak hield, uh, was een, een, een directeur uh, van een uh, transportbedrijf. En zij vertelde dat haar vr uh, vrachtwagenkorps uh, heel graag wil ze die elektrisch maken. Um, maar dat, dat vergt hele grote batterijen, die uh, ongelooflijk veel geld kosten. En waar dan maar drie vrachtwagens, um, zeg maar echt volwaardig hun ritten op zouden kunnen rijden. Ik meen dat ze sprak over batterijen die wel ongeveer een miljoen uh, kosten. Nou, je kunt je indenken als jij 30 vrachtwagens hebt, want zoiets was het, 30 35 vrachtwagens. Dan lukt het jou niet in één keer om, om te gaan met al jouw vrachtwagens naar elektriciteit. Nee. Dus ofwel, die technologie moet snel verbeteren en wat goedkoper worden, zodat je het kan doen. Ofwel, je moet goed ondersteund worden. Want je hebt niet zomaar ineens het geld voor al die batterijen. Nee. Maar dit bedrijf. Wil die kant op en wil die eerste stappen zetten. Ja, ik denk dat we dat moeten omarmen. Uh, ieder bedrijf dat die stap zet. Maar als je echt goede redenen hebt waarom het allemaal niet in één keer kan, moeten we ook een beetje um, nou ja, begripvol naar elkaar blijven. Ja. Je noemde het zelf al het concept brede welvaart. Ik wil daar even met jou op inzoomen. Je bent namelijk ook hoogleraar brede welvaart aan de Tilburg University. Um, zou je om te beginnen ons eens even willen uitleggen wat we precies moeten verstaan onder dat begrip brede welvaart? Ja, um, brede welvaart, um, dat betekent, als ik het in hele gewone taal zeg. Dat we uh, als het gaat om onze welvaart, dat het niet alleen maar gaat over het inkomen dat we verdienen. of nou dan toch ingewikkelder, het bruto binnenlands product. wat we als land verdienen, maar ook gewoon ja. het, het geld wat jij in je portemonnee krijgt en verdient met je werk. Maar dat het ook gaat over uh, een gezonde leefomgeving. Dat het ook gaat om het krijgen van eerlijke kansen in het onderwijs. Dat het ook gaat dat je de overheid kunt vertrouwen. Uh, dus ook je welzijn. Nou, dus die volle breedte van economische. Ecologische en sociale waarden in ons leven, want dat is eigenlijk wat, wat brede welvaart is, van wat betekent nou de economie, onze sociale omgeving en de natuur voor ons dagelijks leven, dat dat uh, eigenlijk gelijkwaardig moet wegen om tot goede beslissingen voor de toekomst te komen. En wat we gezien hebben in de achterliggende decennia, is dat we een, mo een economisch model hebben gehad dat vooral het zwaartepunt bij de materiële groei, dus bij de economische groei gelegd heeft. Ja. Nou, en daardoor is eigenlijk ja de natuur en de menskant of de ecologische en sociale kant die is uit balans geraakt met die economische kant. En brede welvaart wil dat weer in balans brengen. Dat is eigenlijk mijn mijn uitleg. En daar zitten twee belangrijke dimensies nog aan. Het eerste is dat we dat doen voor nu en later. Dus het gaat ook over de volgende generatie. Dus het vraagt bij iedere beslissing die je neemt als bedrijf of als politiek: het gaat over de mensen van nu, de werknemers van nu, de, de, men, de, de leerkrachten van nu. Maar ook over de vraag of er dadelijk nog goed werk is voor de generatie na ons. En of die nog in een gezonde wereld kunnen leven. En of die nog hun geld zullen kunnen verdienen. Nou, dus, dus het gaat dat, ook voor Volgende Graas. En de andere dimensie is dat het ook over elders in de wereld gaat. Dus niet alleen maar onze postzegel op deze wereld. Maar dat wij doen, onze footprint op deze aarde. Dat die ook gevolgen heeft voor mensen elders in de wereld. Nou, die dingen die hoor je bij brede welvaart ook mee te wegen in wat je wil en niet doet. En als we, ik probeer me even voor te stellen, als je dat bijvoorbeeld gaat gebruiken, dat concept brede welvaart om... Uh nou, ik noem iets uh, tegengaan van klimaatverandering, zeg maar, ja. op te pakken. Hoe, hoe krijgt dat dan gestalte? Kun je ons daar dan misschien een voorbeeld van ja. geven? Nou, misschien kan ik hem nog één slag concreter maken als je bijvoorbeeld kijkt naar de energietransitie, die we ja. toch ook, ook van mede vanwege klimaatverandering ja. uh, versneld moeten doen. Dan heb je een heel concreet voorbeeld, want mensen, we zijn allemaal met zonnepanelen en, en, en bedrijven moeten en we hebben de energieprijzen gezien, dus dat ja. is iets wat iedereen zich wel iets bij kan voorstellen. Kijk, de, um, de, de economische kant daarvan, dus we, want er zitten ook veel kansen in. Hè? Dus de economische kant daarvan is dat we bijvoorbeeld nieuwe technologieën moeten ontwikkelen. Die duurzaam zijn, die voor nieuwe vormen van energie zorgen. Daar zullen we dus in moeten willen investeren. Dat kost nu, ik noemde net die batterij voor de uh, energie van, uh, van vrachtwagens, uh, die vrachtwagens uh, nodig hebben. Um, dat vraagt nu investeringen die waarschijnlijk over tien jaar heel veel gaan opleveren. Maar die waar ja. we nu dus ja, helaas extra geld in moeten steken... Om, om, om er zeker van te zijn dat de volgende generatie daar... meer van kan profiteren dan wij nu doen. Dus dat is de economische kant. En dan liggen daar ook kansen voor het bedrijfsleven. Dus het is niet alleen maar slecht. Um, dat hebben we ook de afgelopen jaren natuurlijk gezien. Het aantal bedrijfjes wat zich richt op zonnepanelen... en op andere energievormen is enorm. Dus we leren ook weer nieuwe dingen... Om ons geld mee te vinden. Dus bij de energietransitie is dit, zou je kunnen zeggen, de economische kant. De ecologische kant is natuurlijk dat we hierdoor uh, minder uitstoot hebben, uh, schonere lucht, een gezondere leefomgeving. Dat, we dat, ook, dat heeft ook gevolgen voor de rest van de wereld. Want uiteindelijk gaat het om onze gezamenlijke uitstoot. En dan nog de sociale kant daarvan. Die is minstens zo belangrijk. Want als je deze veranderingen doorloopt zullen we wel de vakmensen moeten hebben die hier verstand van hebben. Je moet die nieuwe technieken kunnen toepassen. Je moet uh, technologische know-how hebben. Je moet bereid, mensen bereid vinden om een nieuw soort bedrijf te beginnen. En dat is dus wat alles wat we onder leven lang ontwikkelen, om een bijscholing, zorgen dat er goed onderwijs is, zorgen dat bedrijven ook in hun werkbedrijf mensen kunnen opleiden. Uh, nou... Dan heb je een beetje uitleg van hoe je naar die energietransitie kan kijken vanuit die invalshoeken. Wil ik nog één ding bijnoemen, want nu noem ik eigenlijk ook een beetje de kansen en de positieve dingen. Kijk, wat hier ook bijvoorbeeld achter uh, wegkomt is, ja, hoe gaan we dan met bijvoorbeeld energiearmoede om? Er ja. zijn natuurlijk ook mensen die dit allemaal helemaal niet kunnen betalen. Dus er zit dan ook nog en dat is een beetje een sociaal en economisch vraagstuk. Ja, de politiek. Uh, is er ook voor het beschermen van mensen uh, die in zwakkere posities zitten. En die misschien helemaal niet in staat zijn, door wat dan ook, onge ongeval, uh, ziekte, ouderdom. Uh, om hierin mee te gaan. En dan moet je dus ook in termen van armoedebestrijding en uh, ja, letterlijk energiearmoede. moet je bereid zijn om wat ondersteuning te regelen. Nou, dan schets je zo'n beetje het hele palet aan elementen van brede welvaart. En wat in mijn ogen dus niet meer kan. Is alleen maar over de energietransitie praten in termen van technologische ontwikkeling. Het is niet alleen technologisch. Het is al deze aspecten bij elkaar. En dat ja. is brede welvaart. Ja. Nou, brengt het CBS, uh, volgens mij, jaarlijks uh, een uh, trend uit over de brede welvaart. En als we de meest recente trends erbij pakken, die zijn uh, afkomstig uit 2022. Ja, ik moet even goed kijken. Ja. Um, dan valt het op dat de, de trends voor het, uh, het onderdeel natuurlijk kapitaal van Nederland, die kleuren behoorlijk rood ten opzichte van, nou ja, bijvoorbeeld het uh, economisch kapitaal, het sociaal kapitaal. Daar zitten ook wel af en toe wat rode indicatoren bij, maar uh, vooral uh, veel groen, zeg maar. Bij, maar na, bij het natuurlijk kapitaal valt het op dat uh, er veel uh, indicatoren eigenlijk op rood staan. Um, om een beeld te geven, dat gaat bijvoorbeeld om de, de ontwikkelingen rondom de CO2-emissies of ontwikkelingen van dieren op het land, die ook negatief is. Hoe kijk jij naar, naar dat behoorlijk rood uitspringen van het natuurlijke kapitaal-indicatoren in die brede welvaarttrends? Um, nou, natuurlijk met de nodige zorg, um, maar niet verrast. Want het punt is dat we dit eigenlijk al heel erg lang weten. Um, ik denk... Zelf dat er in Nederland wat te lang is weggekeken vanuit een gedachte dat we toch bijna altijd het beste jongetje van de klas zijn, maar dat zijn we op milieugebied absoluut niet. We hebben lange tijd onderaan de lijst van Europese landen uh, gebungeld. In termen van uh, nou, de, de, de leefomgeving en hoe we daarmee omgaan. Ja. Dat is overigens wel al wat bijgetrokken. Hè. We zijn nu een goede middenmotor uh, als je het Europees uh, vergelijkt. En we zijn inmiddels uh, nou, in richting de voorhoede als het gaat om technologische ontwikkeling en een aantal go goede positieve ontwikkelingen. Dus ik zie een kentering. Maar de zorg is natuurlijk ja dat uh, wij zoveel um, Uitstoot um, en zoveel ja, bedrijvigheid en activiteit hebben die uh, niet goed is voor onze leefomgeving, dat we een flinke opdracht hebben voor de komende jaren om dat tijd te keren. Ja. Dus ik kijk er met de nodige zorg naar, maar ook met optimisme, omdat ik zie, uh, nou ik had het net al over het bewustzijn daarvan, is, is gegroeid. Ik geloof niet dat er nog zoveel mensen zijn die denken dat wij dit het allerbeste van Europa doen. Um, en ik zie ook echte investeringen. Hè. Uh, uh, ook als je nu kijkt wat we op het gebied van verduurzaming allemaal in gang gezet hebben, inclusief overigens richting uh, woningisolatie en wat er allemaal aan uh, woningbouw moet komen dat die ook duurzaam moet zijn. Dan denk ik we zijn op de goede weg, maar we zullen ook aan natuurherstel moeten doen. Hè. Dus er zijn ook gewoon, er is ook heel veel natuur verloren gegaan in Nederland. Ja, zeker. En dan, uh, nou ja, dus net een. Uh een stemming geweest uh, in het Europese, uh, nou, in het Europese spel moet ik zeggen over de EU Nature Restoration Law, de Europese Natuurherstelwet. En uh, nou, Nederland moest ook positie bekennen. Nederland was tegen. Er was wel een meerderheid van uh, Europese milieuministers was ja. voor, uh, maar Nederland uh, speelt dan toch weer een soort van uh, semi-bedenkelijke rol. Het uh, uh, ja. als ik er daar zo naar kijk. Nou, als we het argument wel van, ja, we willen een tweede stikstofcrisis voorkomen, maar je gaf net ook al aan van, ja, dat moeten we juist voorkomen door te werken aan bijvoorbeeld natuurherstel. Ja. Dus da daar ligt nog wel een uitdaging, denk ik. Ja. Ik kan niet in de hoofden van de ministers kijken die daar gezeten hebben en positie gekozen hebben. Misschien wisten ze ook wel dat de wet er wel door zou komen. Dat weet ik niet. Maar kijk, wat belangrijk is, is dat we ook met de Europese wetgeving. Ja, ik zou hier opnieuw willen zeggen: streng op de richting, maar ook een beetje begripvol op het pad. En als uh, uh, zeg maar ons kabinet bedoelt dat je niet uh, in een stikstofcrisis wil komen, in termen van: we kunnen een aantal dingen niet halen, dus we moeten weer een, een uitzondering bepleiten, omdat we het gewoon niet aan kunnen. En lopen we op die manier weer achter de feiten aan? Ja, dat, dat zou ik ook niet opnieuw willen. Ik hoop ook dat, um, ook bij nieuwe regelgeving, hoe noodzakelijk die ook is, we wel met elkaar oog blijven houden over wat je überhaupt ja, in een paar jaar tijd kunt. Hè. De, de, ja. de, die rode vlakken in die uh, CBS-monitor zijn ook het gevolg van decennia lang. Uh, ...beleid en activiteiten. Dus uh, ja, we moeten ook realistisch zijn in wat we kunnen. Ja. Maar goed, ik kan daar niet helemaal uh, over zien. Uh, en die wet die komt er. Ja, dus, nou ja, er moet nog, nog een, uh, een stemming we. wel een, uh, in het Europese parlement ja, uh, over Maar daar lijkt volgens mij een meerderheid te zijn, als ik het goed begrijp. Dat, dat gaan we zien later ja. deze, deze zomer. Ja. Ik wil nog even bij jou met jou stilstaan bij het punt vertrouwen. Want uh, er zijn ook mensen die... Um, nou ja... Zo in ogenschouw nemen dat er heel veel veranderingen um, op ons als samenleving afkomen, eigenlijk in hun schulp kruipen en zeggen: Ik maak dit niet mee. Ik zeg het even een beetje zwart-wit. Uh, hoe zorgen we er nou voor dat ook mensen die dat niet zien zitten, al die veranderingen, dat we die toch meenemen in de, de richting eigenlijk van een verduurzaming bijvoorbeeld? Ja. Um. Als je zeg maar, dat is ook een internationaal debat, hè? Als je uitgaat van rechtvaardige transitie, met een chic woord just transition, dus verduurzaming, digitalisering, maar ook de demografische ontwikkeling. Er gebeurt zoveel in ons leven aan verandering. Wat samenkomt, dat is in, dat gebeurt in de geschiedenis eens in de zoveel tijd. Gebeurt dat dat er eigenlijk wat er gaande is? Is dat onze manier van samenleven fundamenteel aan het veranderen is? Onze economie wijzigt, de arbeidsrelaties wijzigen, sociale relaties, denk ook aan technologie, sociale media, dus eigenlijk alles schuift. Dat brengt dus inderdaad met zich mee dat uh, er onzekerheid is. En ook. Boosheid soms bij mensen en mensen die denken van nou, ik maak het niet mee. Maar als je uitgaat van just transition, dus rechtvaardig er doorheen komen, dan hoort daarbij in goed Engels. leaving no one behind. Dus niemand achterlaten. Voor mij is dat een keihard motto. Dus ik weet je, altijd in gesprek gaan, maar er is geen andere weg dan dat we met iedereen deze verandering doormaken. Um, en dat betekent dus dat als het, mensen het niet kunnen. Dat we mensen moeten helpen, of ondernemers. Als mensen niet willen, dat we met een goed plan en overtuiging duidelijk zullen moeten maken dat er geen andere weg is dan die. Willen we onze leefomgeving en, en ons leven gewoon op pijl houden en ook, ook goed overdragen aan onze kinderen? Dus er is voor mij geen enkel ander alternatief. Iedereen moet mee. Uh, en dat is de opdracht die uh, volgens mij. Politiek, maar ook instituties zoals de SER hebben. En dan heb ik het dus over de werkende armen die de touwtjes niet aan elkaar kan knopen, maar ik heb het ook over de bakker op de hoek en ik heb het ook over de grotere bedrijven die ook moeite kunnen hebben om hun verdienmodel zodanig om te zetten dat het naar duurzaamheid gaat. Leaving no one behind betekent we zitten allemaal in dezelfde boot en we gaan ook met z'n allen aankomen. Oké, okay, maar ik denk dat er nog wel heel wat water door ja, de rivier is. Nee, dat niet we iedereen dit zal geloven. En niet iedereen meteen uh, zegt. Nou, dan ga ik nu maar eens even die website invullen om mijn huis te laten isoleren. Dat snap ik. Ja. Kijk, er zijn heel veel dingen die je kunt doen. Hè? En dat is natuurlijk voor een belangrijk deel ook aan de politiek, aan gemeenten. Um, uh, maak het. Helder en duidelijk voor mensen. Dat ze ook de informatie begrijpen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb ook heel lang brieven over het isoleren gekregen. Van ik dacht, nou, na drie zinnen, ik leg het maar weer weg. Ja. Want ik begrijp gewoon niet wat hier staat. En nou, ik, uh, ik heb toch best wel heel veel brieven door mijn handen laten gaan. Dat is niet goed. Hè? Dus nee, je moet het, nee. mensen moeten meegenomen worden met begrijpelijke teksten. Je moet ook weten wat het kost. He, want uh, nou, om maar bij dat voorbeeld van het isoleren van je huis te blijven. Als, je, als het een black box is van ja, maar hoe uh, ben ik dan volgend jaar, kan ik het nu overzien? Wat ik volgend jaar verdien. En wat het me dan kost, of wat het aan extra leningen voor me gaat betekenen, en hoeveel subsidie ik krijg. Als dat niet duidelijk is. Uh, gaat het ook niet werken. Mensen willen ook een alternatief hebben. Want je kan wel zeggen, u moet die kant op... maar Nederlanders willen ook gewoon heel graag zelf kiezen. Ja. Dus het is ook belangrijk om mensen een keuze te geven. Het Ze zegt, ja beste mensen, we hebben deze technologie... maar u kunt het ook zo doen en dit kost zoveel, dat kost zoveel. Maar doe het nou, want als je het niet doet... dan zal je energierekening de komende jaren verder oplopen. En we snappen dat je het nu niet kunt betalen misschien... maar daar hebben we deze regeling voor... En 90%, want dat is, daar zijn regelingen hè, dat zelfs tot aan 90% gemeente met subsidie mensen helpt en, en vergoedt. Maak het zo makkelijk mogelijk, uh, maar maak ook duidelijk wat het kost en dat mensen iets te kiezen hebben. Dat is denk ik al waar het begint om mensen in ieder geval, nou ook al blijven mensen een beetje wantrouwend, dat ze toch een paar minuten later denken: hmm, laat ik toch eens even op die website kijken of toch nog even die brief ter hand nemen. Ja, ja. Het vertrouwen van mensen hangt heel erg aan de vraag of de overheid, het bedrijfsleven betrouwbaar zijn. Dus je kunt niet zeggen als, als politiek, we willen werken aan het vertrouwen van mensen. Mensen bepalen zelf of ze jou vertrouwen. Maar waar je wel iets aan kunt doen, is zorgen dat je betrouwbaar bent. Bijvoorbeeld in dit soort regelingen. Want daarom noem ik dat voorbeeld van het isoleren van je huis. Als die regelingen niet begrepen worden, maar als ze vervolgens ook nog niet betrouwbaar zijn, omdat ze kort daarna alweer veranderd zijn, ja, dan verlies je het vertrouwen van mensen. Dus ik denk dat de sleutel in al deze grote veranderingen is, dat we een overheid nodig hebben die uh, betrouwbaar is, en die er ook is als het nodig is. Ja. ja, dat is een, een mooie en grote uitdaging. Ja, maar dat is heel hard nodig, want het vertrouwen in de overheid heeft natuurlijk echt wel een duw gekregen door verschillende incidenten. Uh, of dat nu bij de Belastingdienst is, of het is aan de zorgloketten. We hebben dat bij het SCP ook al heel veel, heel veel voorbeelden van onderzocht. Ja, dan is het niet heel raar als mensen niet goed behandeld worden door de overheid, dat ze hun vertrouwen verliezen. En echt, de enige weg voor richting vertrouwen is. Dat je toch wel weer betrouwbaar bent of wordt als overheid. Ja. Nou, dat is nog een mooie uitdaging. Ja. ja. Ik wil ook even met jou stilstaan uh, bij jongeren, want jij bent um, al lange tijd en ook op allerlei manieren betrokken bij de scouting. Uh, ja. Je bent ook, uh, zag ik, lid van de raad van advies van de Nationale Jeugdraad, dus ook al jongeren. Mijn conclusie was een beetje dat uh, je bent wel uh, betrokken op jonge mensen. Klopt dat? Dat klopt, ja. <laughs> ja, ja, ja. Um, nou weet ik dat ook het voor in ieder geval een aantal natuurorganisaties best wel een worsteling is om jonge mensen op een goede manier te betrekken bij hun werk, maar ook gewoon bij natuur in de algemeenheid. Heb jij, uh, heb, heb jij tips waar ze waar ze aan moeten denken of waar ze op moeten letten? Ja. Uh, nou, het begint wel allereerst bij de jongeren echt serieus nemen. Dat ja. is wel echt, dat, dat merk ik in alles. Dus de voorbeelden die je noemt, dat klopt. Ik ben uh, al mijn hele leven lang lid van Scouting. We hebben hier bij de CER ook een CER jongerenplatform. waarin vertegenwoordigers zitten van scholieren, studenten, de jonge klimaatbeweging, de Nationale Jeugdraad. Uh, en die denken heel actief mee. maar de enige uh, manier. Uh, om dat goed te doen is ze serieus te nemen. Dus ze mogen ons gevraagd en ongevraagd adviseren. Doen ze ook. Hameren ook op die duurzaamheid, op de agenda stevig te houden. Um, en dan moet je het ook doen. Dus, het, dus, dus jongeren betrekken vraagt ook even verder na te denken dan alleen maar het aantal jongeren dat je graag bij je activiteit zou willen betrekken. Maar je moet eigenlijk al een idee hebben wat je met hun input gaat doen. Dus het wordt ingewikkeld. Als je vooral op zoek bent naar jongeren die moeten gaan doen wat jij vindt dat ze moeten gaan doen, ja, dat dus werkt niet. Nee, dus je moet wel echt in een serieus gesprek belanden en, uh, en ruimte voor, ja, voor een echt gesprek en voor, voor wat zij wat hen zelf motiveert. Dat, daar begint, vind ik, alles mee. Um, wat je verder natuurlijk wel vaak ziet, is dat um, uh, niet iedereen overziet. Um, uh, wat een activiteit aan tijd gaat kosten, uh, hoe vaak je het moet doen. Dus als je jongeren gaat vragen om in een, uh, weet ik, een werkgroep of een bestuur van een uh, natuur- of milieuorganisatie te komen zitten, nou, ik denk dat ze dat uh, daar zullen ze langer over nadenken en minder snel doen dan wanneer je zegt: Van nou, weet je, wil je een paar keer op een zaterdag bij ons uh, in, uh, in, in de Griende komen helpen of in een vlindertuin of yeah. whatever. Yeah. Dus als de activiteit concreter is, dit geldt overigens niet alleen voor jongeren, maar ook voor het ouderen. Uh, wat concreter is, uh, mensen het kunnen overzien wat het in tijd en soms ook geld van ze vraagt, dan is de stap ook uh, sneller gezet naar Betrokkenheid en ik denk dat dus die, die stap om een soort van onvoorwaardelijk heel lang ergens in te stappen, dat die uh, minder sterk aanwezig is bij de meeste jongeren, maar dat betekent niet dat ze niet gemotiveerd zijn. Ik merk en ik, ik geef natuurlijk ook in, in Tilburg uh, les aan de universiteit. Um, ik zie en dat zijn natuurlijk wat oudere jongeren, maar goed, ik zie heel veel. Passie bij de maatschappelijke vraagstukken. of dat nu sociale ongelijkheid is en armoede. of het is duurzaamheid en klimaat. Er zitten heel veel ideeën. Uh, en uh, ook de wil om mee te helpen aan een andere wereld. Daar, daar komt meteen nog een ander ding bij kijken. Ik had laatst een, een in een college. Met iets van 30 studenten. en daar merkte ik dit ook. dus heel veel enthousiasme over belangrijke brede welvaartsvraagstukken. Dus, ja. hè, die duurzaamheid en zo. Maar er kwam ook een andere. Uh, emotie eigenlijk om de hoek kijken... van studenten die zeiden van... maar jeetje, dat gaat ons toch helemaal niet lukken... Ja. met onze huidige manier van werken... en de huidige politiek... en het huidige bedrijfsleven... en, en met de huidige serre waar je zit. Ja. En weet je, ik denk dat ze gelijk hebben. Dus wat wij in die bestaande instituties ook moeten doen... is ons openstellen om de spelregels te veranderen waar dat nodig is. Dus ik denk dat volwassenen een houding moeten hebben de komende jaren, dat ze het ook allemaal niet precies weten en dat ze met jongeren willen optrekken en dat ze bereid zijn om de systemen waarin wij werken te veranderen als dat tot iets beters leidt. En ik ben dus heel erg op zoek naar een open houding. En jouw vraag was van nou, hoe betrek je jongeren? Ik denk met een open houding. We hoeven de dingen niet per se te blijven doen. Zoals we ze altijd deden. Ja. ja, mooi. Nou luisteren ook best wel veel jonge mensen naar deze podcast. Zou jij hen wat willen meegeven? Misschien ook in het licht van de grote veranderingen en uitdagingen waar onze samenleving op dit moment voor staat. En zij, waar hopelijk nog heel lang mee te maken gaan krijgen, ook, ook met die richting. Ja, nou ja, echt uh, gewoon in, in het verlengde van wat ik net zei. Alsjeblieft, doe mee. Uh, want wij kunnen dit gewoon niet. Uh, in ons eentje aan. Hè. Dus de vraagstukken zijn veel te groot om aan ja, de oudere generaties over te laten. Um, ja, niet per se om omdat dat we het allemaal niet kunnen. Maar wij zitten ook in onze denkbeelden, in dat wat we geleerd hebben op scholen en in ons werk. En de wereld verandert zo snel. Dat we dus juist ook ja, zeg maar de vaardigheden, de kennis en de ideeën van jonge mensen nodig hebben om die veranderingen vorm te geven. Daar geloof ik heel erg in. Ik vind dat ook niet een zwaktebod. Van oudere generaties. Uh, dat is nu eenmaal zo. Weet je, uh, ook de jongeren die nu luisteren. worden vanzelf ouder. Uh, ja. en, uh, en dan ga je zelf ook merken. dat je ook weer met jonge mensen moet optrekken. om tot verandering te komen. En ik denk dat van jongeren de verandering veel sneller komt. Ik, ik word dus heel enthousiast van de jongeren. die in ons jongerenplatform zitten. omdat ze echt met nieuwe ideeën komen. Maar ik word ook, ook, ook enthousiast van jongeren die de straat op gaan en die zeggen. Nu maken wij een punt. Uh, wij, of dat nu over klimaat gaat of het gaat over iets anders. Hè? Want iedere jongere heeft misschien weer zijn eigen prioriteit. Maar sta op, doe iets, zeg iets. Ik zou het zelf nooit alleen bij protesteren laten, maar probeer het ook om te zetten in daden. En dat kan je al doen bij een natuurorganisatie, of bij een jongerenplatform, of bij een lokale scoutinggroep. Ja. Maar doe iets. En doe het samen. Ja. We zijn uh, aangekomen bij een vast onderdeel van deze podcast, namelijk de leestip. Heb jij een leestip voor de luisteraars? Ja, nou zat ik al de hele uitzending over een leestip na te denken. En nu heb ik hem toch nog als niet. Ik, wat wel leuk is om te zeggen, is dat ik dit jaar de voorzitter van de Libres Literatuurprijs, jury ben. Dat is toch wel de belangrijkste uh, boekenprijs uh, in, uh, in Nederland. Ja, mooi. Uh, ja, dat is hartstikke leuk om te doen. We hebben onze eerste vergadering gehad. Ik heb uh, al drie. Dozen vol met boeken staan. Je, je realiseert je dan ook ineens hoeveel boeken er in het Nederlands verschijnen per jaar. En we zitten pas op halverwege het jaar, want alles wat tot 31 december verschijnt, kan meedoen. Dus ik heb heel veel te lezen dit jaar en zeker deze zomer. Maar ja, die boeken kan ik nu niet noemen, want nee. ja, dan zou ik natuurlijk als voorzitter van de jury al, al, al een boek. Voortrekken dat dat, uh, dat ga ik uh, zeker niet, uh, niet doen, um, maar uh, nou ja, weet je, de, de winnaar van afgelopen jaar die zou ik zeker uh, lezen. Dat is een prachtige roman van Anje Daanje. Uh, en uh, nou ja, iedereen zou die uh, mee kunnen nemen, uh, misschien op, uh, op reis waar ik zelf altijd wel gecharmeerd van ben, het zijn ook gewoon reisverhalen. Uh, en ik heb, uh, ja, ik heb daar ook thuis heel veel. En gedichtenbundels overigens ook. Dat heb ik in de loop van de jaren leren lezen. Ik hou zelf op vakantie van korte verhaaltjes. Als ik echt helemaal zelf. Ik moet nu natuurlijk ook uh, romans lezen en boeken ja. lezen, want anders kom ik niet door die dozen. Maar ik vind het zelf altijd heel prettig om op vakantie of gedichten. Korte verhaaltjes te lezen. Uh, en dat is heel leuk. Ik, uh, de mooiste gedichtenbundels die vind ik onder andere van Annie M. G. Schmid. Dat oh, is mijn jeugdsentiment. Oh, ja. Ja. <laughs> maar ook Wiel Custers. Dus dan heb je nog een tip. Uh, Wiel Kusters is een uh, Limburgse dichter. Die prachtige, korte gedichten gemaakt heeft en gebundeld heeft. Uh, dus misschien dat ik dan toch in Limburg uitkom bij mijn uh, leestip voor deze zomer. Kijk, nou... Hartstikke mooi, dankjewel. We zetten ook uh, de tips die Kim noemt in de beschrijving van de podcast-aflevering. Mijn laatste vraag, hij is wel ook groot, maar als we nou even alles samen nemen, hoe kijk jij uh, naar de toekomst voor Nederland en misschien ook uh, ja, de toekomst voor onze leefomgeving in de Lage Landen? Um, ik zei al, ik ben een optimistisch mens, maar ik geloof ook echt enorm in de kracht van Nederland. Um, als er één land en economie in de wereld is... Um, die in staat zou moeten zijn om het goede te doen... voor zijn eigen leefomgeving uh, en, en, en bevolking... maar ook voor de rest van de wereld, dan is Nederland. We, we behoren tot de landen um, die de meeste slagkracht en draagkracht hebben... waar we heel veel professionaliteit hebben... nieuwe technologieën ontwikkelen, innovaties. We behoren binnen een Europese Unie... die zich ook steeds sterker ontwikkelt, ook op, op het wereldtoneel. Ja... De uitgangspositie van Nederland om en een welvarend land te zijn in termen van het is hier goed werken, goed leven, maar ook een land waarin we uh, voor onze leefomgeving uh, goed zorgen. dan vind ik toch dat Nederland het is. Ook al staan we voor al die rode vlakjes en, yeah, yeah. en al die grote uitdagingen. Maar uh, ik zie dus eigenlijk de toekomst. In die zin positief tegemoet, uh, laat ik drie uh, redenen geven. De eerste is de jonge mensen waar we het net over hadden, omdat ik zie hoe groot de drive is bij jongeren om hier een bijdrage aan te willen leveren. Dus dat is één. Um, twee, de ondernemers in ons land. Um, het is lastig dat je je bedrijfsmodel moet omvormen. Het, is, het vraagt veel als je uh, kijkt naar verduurzaming. Maar onze ondernemers zijn zo ongelooflijk ondernemend en creatief. Die gaan hier geld aan verdienen. Ja. Die gaan geld verdienen aan de. Dat doen ze voor een deel al in wind- en zonne-energie. Ik noemde de zonnepanelen al. Maar let maar op: ook in het groot bedrijf uh, gaan we geld verdienen met duurzame energie. Met duurzame manieren van landbouw. Met duurzame manieren van industrie. En daar, ik zou heel graag daar grote stappen mee maken. En ten derde. Dat is de lastigste, maar uh, ik zei al, ik ben een optimistisch mens. Ik denk toch dat onze politiek, zeker als dat in samenwerking met de polder is, uiteindelijk in staat moet zijn om uh, in goed overleg grote stappen te zetten. En het niet mensen alsmaar op te leggen, zodat je geen kant meer op kunt en uh, met je rug tegen de muur staat, maar dat we in goed overleg in dit land met elkaar kijken uh, wat het beste pad is om bij die brede welvaarttoekomst uit te komen. Hoe we dat rechtvaardig doen, dat iedereen het ook kan behappen. Ik denk dat dat een kracht van Nederland is. Dus uh, nou, om deze redenen zou ik denken, wij kunnen dit. Ja. Ja, met deze optimistische blik op de toekomst van Kim Putters... sluiten we deze aflevering af. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal Economische Raad... en hoogleraar brede welvaart bij de Tilburg University. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 37 van Toekomst voor Natuur. Laat gerust weten wat je van deze aflevering vindt via sociale media bijvoorbeeld of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur.vlinderstichting.nl. En we stellen het ook erg op prijs als je een waardering geeft aan deze podcast en dat kan in je podcast-app. De volgende aflevering verschijnt over vier weken op zaterdag 5 augustus. En dan vervolgen we onze serie over de grondleggers van de ecologie met botanisch filosoof Norbert Peters. En uh, je weet wel, dat is de serie waarin we eerst Carolineus bespraken, toen Alexander van Humboldt. En de volgende aflevering van 5 augustus, die staat in het teken van Charles Darwin. En dan vooral ook zijn uh, betekenis en zijn invloed op de ecologie. Dus ik zou zeggen, een goede zomer en tot de volgende vanaf 5 augustus.